Goedenavond. Welkom bij Het Zwarte Gat. Het Zwarte Gat. Een programma over de onpeilbare grenzen tussen leven en dood. Over werkelijkheid en fantasie. Over het onzichtbare. Het onverklaarbare dat ons omringt. Het Zwarte Gat neemt u mee. Wat ben je nou aan het doen? Nou, die koffer die zit altijd achter in de auto. En die apparatuur die is ijskoud, dus het hangt als ijs in je handen. Dat moet natuurlijk niet met handwarm zijn, vandaar dat ik het altijd even tegen de verwarming aanzet. Dat het een beetje op temperatuur komt, dat werkt een beetje geriefelijker. Zo, dat het een beetje blijft hangen dan. Zo normaal. Dan kan het straks als het met een minuut of vijf is het handwarm en dan kun je er echt prettig mee werken. En dan kun je ook anders, het verstoort echt je concentratie als je met die ijskoude dingen in je handen loopt. Duizenden jaren geleden wist men al dat wateraders onder de grond een bepaalde straling uitzenden. Deze straling, waarvan men overigens tot op heden de aard niet kent, is gevaarlijk voor degene die erboven slaapt of zit. Het instrument om wateraders op te sporen is de wiggelroede. Je moet er wel mee kunnen omgaan. Je moet er zelfs een beetje paranormaal begaafd voor zijn. Bote Mikkers uit Zwolle is zo iemand. Hij is wiggelroedeloper. Zijn leermeester was een Duitse arts. Sinds Bote zich de kunst van het wiggelroedelopen heeft eigen gemaakt, is hij talloze huizen in Nederland op aardstraling gaan onderzoeken. We zijn in Blankenham bij de familie Van den Berg. Meneer Mikkers die gaat zo beginnen met hier het huis op aardstralen te onderzoeken. Maar waarom wilt u dat eigenlijk? U bent hier nog niet zo lang geleden komen wonen. Hè? Ik ben nog niet zo lang hier komen wonen, maar ik vind het wel belangrijk dat je toch weet wat er niet alleen in het huis, maar om het huis en onder de grond is en wat er zich afspeelt. Ook in verband met je gezondheid en dergelijke dingen. Dat vind ik heel interessant. In het vorige huis waar u woonde, hoe is dat gegaan? Daar had ik ook last van bepaalde uitstralingen. En daar heeft de heer Mikkers er iets aan gedaan. Die heeft er een acht voor mij gemaakt. En die hebben we altijd trouw neergelegd. En één keer in de week of 14 dagen was het geloof ik afgespoeld. Een tijd onder de kraan. En we hebben hem eigenlijk tekort gebruikt om te kunnen zeggen, we hebben er baat bij gehad. Want in die tijd zijn we dus weer gaan verhuizen. Maar wat voor last had u dan daar? Mijn vrouw heeft veel last van migraine. Ik heb het nog wel eens in mijn rug. En er zijn misschien allemaal dingen die mee kunnen spelen in verband met uitstraling onder de grond of weet ik veel waar. Na het onderzoek van meneer Mikkers, wat heeft u toen gedaan daar? Uw bed verzet? Of? Toen hebben we op onze slaapkamer ons bed verzet. En wij verbeelden ons dus ook dat dat echt wel geholpen heeft. Minder vaak hoofdpijn en dergelijke. Wij sliepen toen, dat moet ik even praktiseren, met het hoofd naar het zuiden. Ja. En dat hebben we dus omgedraaid. En sindsdien heeft u de indruk dat het beter is geworden? Dan hebben we alleen de tijd daarvoor dat we nog daarvan gebruik hebben kunnen maken was eigenlijk te kort. Om te zeggen, we hebben er werkelijk resultaat bij gehad. Maar daarom vinden we het fijn dat ook meneer Mikkers hier vandaag is met u. En dat we ook hier de zaak eens kunnen controleren. Ja. En stel dat er toch werkelijk nare dingen uit de bus zouden komen, dan zou je zeggen, nou verkoop de hap en zie toch een plekje te vinden waar je gerust kunt leven. Dat is nogal een zware beslissing dan. Dat is een grote uitspraak, maar je gezondheid, dat heeft toch wel, je gezondheid doet toch wel veel, vind ik. En daar mag je toch wel heus gek mee zijn als die nog goed is. Was het dan niet verstandiger geweest om voordat u dit pand kocht, om met meneer Mikkers al te gaan lopen? Dan had u het misschien niet verkocht.
Dat zou wel gekund hebben, maar ik geloof niet dat ze ons dan misschien van vol aangezien hadden. Of voor serieuze kopers. U luistert naar het zwarte gat. De wichelroeden die Bote Mikkers tegen de verwarming heeft gezet om handwarm te worden, zijn op temperatuur. Het wichelroede lopen kan beginnen. Ik begin eerst met een, twee wichelroedes. Dat zijn eigenlijk twee messingstaafjes. Die houd ik evenwijdig voor me. Op het moment dat ik een baan nader, begint deze wichelroede zich dus te kruisen. Zit ik op het hart en kruist hij zich helemaal. Nou, dit is dus het, wat ik noem altijd het vrij grove werk waar ik mee begin. En als ik hem echt ga neutraliseren, dat ik probeer de straling zo ver mogelijk ongedaan te maken, dan pak ik nog die wichelroede die daar staat. Het is een soort V, dit eigenlijk de meest van ouds meest bekende. En die gebruik ik dan voor echt het hele fijne werk. Dus ik zal eerst maar eens gaan lopen om te kijken waar dat gebeurt. Je ziet, daar heb ik zo'n 8. Ik heb hem uit liggende positie in een staande neergezet. Hand veronderstel, en ik heb er in mijn koffer ook een heel stel zitten. Dan zet ik hem altijd neer, dat ze recht overeind staan. Want veronderstel dat ze nou precies net in de goede richting liggen, dan zou ik helemaal geen straling meten zelfs. Die 8 is een koperen 8, hè? Dat is een koperen 8, ja. En, wat doet hij precies? Nou, wat hij doet is eigenlijk, wat ik zeg, het is net een spons die als het ware die straling in zich opneemt en verzadigd raakt. En dan begint hij zelf ook te stralen. Dus wat ik dan altijd weer moet uitzoeken, en dat is afhankelijk van de heftigheid van de straling. Van, hij moet één keer in de 3 dagen, één keer in de week, één keer in de 2 weken. Het kan één keer in de maand zijn. Moet hij 1 minuut of 5 onder stromend water afgespoeld worden. En dan kun je hem weer exact dezelfde plaats neerleggen. Daarom, als ik hem neerleg, dan heb ik hem ook altijd afgetekend op de grond. Met een viltstift, zodat er geen vergissing mogelijk is dat je hem op een verkeerde wijze neerlegt. En waar leg je hem precies op? Dat doet er niet toe als hij maar binnen de grondmuren van het huis neergelegd wordt. Oh, hij hoeft niet precies op de aardstaal of op een kruispunt daarvan? Nee, helemaal niet. Dat is helemaal niet noodzakelijk, want hij trekt toch als het ware alles naar zich toe. Ja, gaan we beginnen. Ik sta me dus nu in op pathogene straling. Dus dat is eigenlijk ja, ziekmakende straling, hè, dus die vanuit de grond komt. Hij slaat uit, hè? Ja. Hier heb je dus, hier is een baan. Nou moet ik nog kijken, dan heb ik alleen maar 1 punt van de baan te pakken. Dus ik moet hem op verschillende plekken gaan uitlopen om te kijken wat gaat er nou gebeuren. Om de loop van de baan te bepalen. Dus dan ga ik een ander gedeelte hier, van het huis lopen. Hier is een punt, hè? Hier is een punt in ieder geval waar straling is. Dat is nu geconstateerd. Ja. En door een aantal punten te lokaliseren in huis en dan ga je die verbinden en dan heb je een idee hoe die straling gaat lopen. Juist. Ja, ja, die wichelroeders maakten een kruis. Hè? Het zijn 2 ijzeren staven en die gingen met elkaar in een kruis bewegen. Messingstaven, ja. Ik zal een beetje uit de buurt gaan. Ah, daar gaat hij weer. Ja, daar gaat hij weer. Je kunt dus die lijn al, die punt, die 2, kun je al verbinden. Dan komt er een lijn die hier net voor die open haard langs loopt. Ja. Nou, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dan gaan we nog eventjes meer naar de buitenkant ook lopen. Nee, want bij de open haard, daar zit niemand echt gelijk. Als het zich daartoe beperkt en ze zouden daarboven niet slapen, dan in feite geen probleem in dit huis. Want ja, aardstraling is overal haast en je bent gezegend als het bij wijze van spreken bij een muur langs wegloopt waar niks staat. Alleen het kan zijn dat bijvoorbeeld planten op zo'n punt het nou net weer niet zo erg geweldig doen. Maar er staan een paar planten op dat punt. Ja, er staan een paar planten, maar dat moeten we eens even bekijken. Ja. Ook, het is typisch dat die kat daar ligt. Ja. Is dat zijn vaste plek? Ja. Daar ligt precies op die aardstraal dus. Ja, we zullen eens kijken. Dat is de vaste plek van die kat. Ja. Nou, u ziet al, ik heb een meter ernaast. Kom ik. Ik zal nou op die plek eens gaan lopen. Ja, ook weer. Je ziet het. Ja. Het is een. Nou, je kunt er eigenlijk 100% op zeker varen. Als een kat gaat uit zichzelf, zoek die plek op waar aardstraling is. Die is daar veel gevoeliger voor.
Ja, katten gedijen goed op aardstraling. Sommige planten, mensen en honden niet. In Duitsland is al jaren een onderzoek aan de gang naar het verband tussen ziektes en aardstraling. De invloed van aardstraling kan funest zijn. De vrouw van de Duitse bondspresident, Dr. Veronica Carstens, heeft bij de opening van een medisch congres in Baden-Baden onlangs nog gezegd dat het verband tussen volksvijand nummer 1, kanker, en aardstraling zo waarschijnlijk is dat er op grote schaal onderzoek gepleegd dient te worden. Men neemt in Duitsland deze zaken veel serieuzer dan in Nederland. Er is hier in de landen niet één arts of wetenschapper bereid over aardstralen van gedachten te wisselen. Men doet het als onzin af. Wanneer zijn aardstralen op zijn hevigst? Aardstraling is het hevigste bij volle maan. Dat wil dus zeggen dat de intensiteit van de straling is het hevigst. En dat heeft weer tot gevolg dat men bij voorkeur de planten, of wat men noemt onkruid, of de kruiden eigenlijk, die groeiden op die banen, 's nachts geplukt werden bij volle maan, omdat ze naar hun meest volle werking hadden om te gebruikt te worden tegen ziektebeelden die weer ontstonden naar aanleiding van die aardstraling. En wie deden dat? Waren dat mensen die van die straling wisten en hun werking? Ik denk dat er in het verleden veel meer kennis over was. Hoe oud is die kennis? Even nog om het af te ronden. Nou, ik denk dat die al eeuwen teruggaat. Als we nagaan dat, en dan kom ik op een ander punt even, dat er vroeger in de bij een van de Chinese keizers, nou dat is nog in die tijd van die dynastieën geweest, al een verbod stond om zomaar te bouwen, dan moest er eerst de wiggelroederloper geweest zijn die in dienst stond van de keizer, om de grond vrij te geven, om daar te mogen bouwen. Dan kunnen we al zien hoe oud de kennis en de wetenschap van aardstraling is. Het onderzoek bij de familie van den Berg is bijna afgesloten. Je hebt hier niet veel straling gevonden, hè? Nou, alleen de voorkant hier. Ja. En hier waar buiten het huis valt. En daarbuiten, pal langs, loopt ook nog een straal hier. Dus ik denk dat je moet, zomers, als je buiten gaat zitten, moet je niet hier voor het raam gaan zitten. Dat was ook niet de bedoeling. Dat was ook niet de bedoeling. Het is een heel mooi terras, dus dat kunnen we. Oké, neem het je op een kruising, hè, ja, van straling. Ja. Nou gaan we een plek voor die 8 zoeken, voor die koperen 8. Om wat er dan is nog te neutraliseren. Dit is hem. Even kijken hoor. Zullen we eerst maar zoeken? Want dan kunnen we daar vandaan. De afgespoelde koperen 8 wordt onder de kapstok gelegd. Botemikkers vrouw Marieke gaat erbij zitten om hem te richten. Bote pakt zijn wiggelroede en begint te lopen. Oh, je gaat nou net zo lang draaien, ja, totdat de wiggelroede niet meer uitslaat. Precies, dat weet je nooit van tevoren. Nee. Ja, blijkbaar. Is die goed? Nee. Hij slaat eruit. Dus je loopt nou naar de plek waar je het eerste die aardstraling hebt geconstateerd. Ja. En nou mag die eigenlijk niet meer uitslaan als die 8 goed ligt. Kijk. Maar is die goed? Nee, nog niet. Maar hij begint minder te worden nu. De uitslag wordt minder. Maar ik moet het zo hebben dat de uitslag er helemaal niet meer in is. Ja. Uiteindelijk ligt de koperen 8 goed en kunnen we gaan. De tocht gaat verder richting Dongen in Brabant. Jaren geleden heeft Bote Mikkers daar het huis van een vriend op aardstraling onderzocht. Ook daar werd een koperen 8 geplaatst en de klachten in het gezin, hoofdpijn, braken en rusteloosheid verdwenen. Maar waarom zijn we hier nu toch weer terug? De heer Aukers.
Omdat als je zoiets laat doen en daar ligt dan dat voor mensen die dat niet weten, dat gekke stuk metaal op de grond. En dan zeggen ze van ja, waar is dat nou voor? En nou, dan vertel je dat verhaal en zeggen ze ja, maar ik heb eigenlijk ook best wel problemen in die richting. Zou het niet ook iets in die geest kunnen zijn? En zodoende zijn we dus met onze buren drie huizen verderop. Zijn we dus eigenlijk ook op problemen gestuit. Althans, zij hadden problemen. Zij had altijd, als ze aan het koken was, dat ze zich dan nerveus voelde en niet op de gemak. En haar jongste kind, wat dus boven slaapt, dat had ook problemen met goed slapen. Die leed echt wel aan slapeloosheid, zou ik haast kunnen zeggen. En wat gaan we dan nu zo doen? Nou, ik denk dat we straks gewoon naar die mensen toe gaan. Ze weten in ieder geval dat we komen. En we gaan eerst eens kijken van, is er aanstraling? Ja, hoe loopt die aanstraling? En wat kunnen we eraan doen om te neutraliseren? Soms is het ook nog wel eens dat het zo hevig is dat je zegt niet alleen neutraliseren, maar probeer ook van die stelling, als het veranderd kan worden door die bedden anders te zetten, om dat te veranderen. En wat ik ook altijd probeer aan te raden aan de mensen is, dat neem je dan meteen mee, probeer zo te gaan liggen dat in ieder geval je hoofd zoveel mogelijk richting noord ligt. Want dat zie je ook nog wel eens dat mensen eigenlijk volkomen verkeerd liggen. En ja, aanvankelijk merken die mensen ze niet zoveel. Maar in de loop van de tijd zie je dat ze op een gegeven moment allerlei verschijnselen gaan vertonen. Dat je zegt van het is slapeloosheid, zwaar, niet happy enzovoort. Nou, het is een heel scala van klachten. Ze slapen niet goed of ze liggen te knarstanden of te woelen of ze hebben het koud dan weer heet. Ze gaan 's nachts het bed uit, zijn heel vaak wakker, oppervlakkig slapen. S'morgens als ze tegen de ochtend vallen ze eigenlijk pas in slaap en dan moeten ze eruit. En dan zijn ze niet fit, ze hebben geen trek in het ontbijt. In de loop van de dag beginnen ze een beetje bij de mensen te komen weer. En 's avonds zien ze er echt tegenop om weer het bed in te gaan. Heeft dat nou te maken met alleen het niet goed liggen, noord-zuid liggen, maar ook met aanstralen? Dit is iets anders toch weer, hè? Begrijp ik eruit. Het heeft te maken dat men dan vaak op aanstraling ligt. Maar als ook we nog dan verkeerd toch veranderen, zeg ik, dan ga dan ook zo liggen dat in de goede richting ligt, als het enigszins kan. Dus als ik het goed begrijp, dan slopen aanstralen je eigenlijk, hè? Ja, het ontneemt eigenlijk een stuk vitaliteit, je conditie gaat achteruit. En dan is het ook nog bepalend van, hoe lig je op die aardstraling? Ik ben bij mensen geweest waardoor ik exact kon vertellen waar de man en waar de vrouw in bed lag. En de man lag niet aan de kant van de parfumflesjes. Nee, het was precies andersom. En hoe kon ik dat vertellen? De man die had klachten, bronchitis, astma. De vrouw die had ontzettende last van het darmgestel. Die baan liep schuin over het bed heen. Dus je weet waar die baan hoog in bed onder het hoofdkussen doorgaat en gaat er ergens daar op buikhoogte uit, dan weet je precies te vertellen, nou, daar ligt de vrouw en daar ligt de man. Daar heb je dan hoef je helemaal geen helderziende voor te zijn. Dat is gewoon een logische conclusie. Ja, degene die met zijn hoofd erin ligt, die krijgt last van zijn hoofd, en degene die met zijn buik erin ligt, die krijgt last van zijn buik. Ja, heel vaak wel, ja. Het is volgens botenmikkers niet alleen slecht om bovenop een aardstraal te liggen. Ook de slaaprichting van het hoofd is van belang. Het hoofd moet zoveel mogelijk naar het noorden gericht liggen. Dat heeft met het aardmagnetisme te maken. Hoe dit magnetisme op het gestel inwerkt is niet bekend. Wel is proefondervindelijk vastgesteld dat het beter is noord-zuid te liggen. Overigens is dat noord-zuid liggen bij vele primitieve natuurvolken al duizenden jaren bekend. Botenmikkers heeft inmiddels weer zijn koffertje met wiggelroede gepakt. En we begeven ons naar de buren, enige huizen verderop. U had ook bepaalde klachten, geloof ik, hè? Ja, de jongste zoon die slaapt altijd heel erg slecht. Iedere nacht wordt hij wakker, komt hij uit zijn bed. Heel onrustig, soms wel een paar keer per nacht. Wij houden zo geen nachten meer over. En bed maar zo? Nee, gelukkig niet. Nog meer klachten?
Nou, ik weet niet of het daaraan ligt, maar ik vind dus altijd dat ik altijd heel erg onrustig sta te koken. En hoe uitzicht dat? Nou, heel prikkelbaar word ik ook na het koken nog. Dus als we 's avonds aan tafel zitten, dan ben ik altijd verschrikkelijk prikkelbaar. Ja. Ja. Nou, we zullen eens kijken wat er, of er iets te vinden is. Ja. Begin maar uit één punt vandaan te werken. Daar is een punt, hè? Ja. Maar we weten dan nog niet hoe die baan loopt, hoor. Want je moet hem dan op verschillende wijzen... Je hebt dus één punt gevonden nu. Ja. Dat ligt ergens in het verlengde van een as op de keuken, vermoedelijk. Loopt nou richting keuken. Kijk, hij loopt naar binnen toe. Oh, de, ja. En hier had ik mijn credit op. Vanaf het raam, hè? Ja. Loopt schuin naar binnen de keuken in, hè? Mm-hmm. Zo, ja. Zo laat het zich aanzien tot nu toe. Ja. Oh ja, daar heb je hem alweer. Nou, loopt recht naar het aanrecht toe, hè? Ja. Dus daar heb je al 3 of 4 punten zelfs gevonden, hè? Hup. Ja, precies boven het aanrecht komt hij bij elkaar weer. Maar dan moet je die lijn eigenlijk kennen, hè? Hier begint hij weer achter te vallen. Dus hij loopt zo schuin. Zo eruit. Ik denk ook, als je hier planten had staan, dat ze het niet zo goed zouden doen. Nee, ja. Klopt dat? Kapot. Klopt dat? Altijd kapot, ja. Hier. Planten die daar op dat punt in de vensterbank staan, waar die straal vandaan van buiten af naar binnen komt. Ja, klopt. Daarom heb ik ze hier ook weggehaald. Ja, ja, er staat niks meer in. Nee, die gingen stuk. Ja, die gingen altijd stuk. Mag ik even naar buiten? Ja hoor. Nou zoek je buiten in het verlengde van die stralen. Ja. Ja, klopt precies, zie je? Ja, inderdaad. Kijk, en dit hier, dit wat hier komt, zal het niet goed doen. Nee. Het loopt over de grond wel, hè? Het loopt over de grond, maar er is ook alles mee. Je zal hier toch waarschijnlijk ook een baan krijgen waar mieren zich op begeven. En dat kunnen we nog eens even afchecken van de mensen zelf. Heeft u ook hier soms in de hoek last van mieren? Aha. Binnen niet. Binnen, maar hier, buiten. Buiten ontzettend hier, veel. Ja, heel veel. Zie je? Mieren buiten. Ja, heel veel daar. Precies op die plek. Buiten. Ja, heel veel. Nou, dan klopt jouw theorie dus. Het blijkt bij verdere navraag dat degenen die klachten hebben in dit huis allemaal boven aardstralen liggen. Er wordt besloten 2 dingen te doen. Ten eerste zoveel mogelijk de bedden te verplaatsen en verder een koperen 8 te installeren. De toekomst zal leren of het allemaal helpt. Bote Mikkers is ervan overtuigd. Inmiddels is als een lopend vuurtje het bericht door de buurt gegaan dat er een man met een baard met 2 ijzeren staafjes in zijn hand op nummer 55 in de huiskamer en de achtertuin loopt. Wat is dit? Men komt vragen. En als ze weten wat er gaande is, wil iedereen ook een onderzoek. Dat is koren op de molen van Bote Mikkers. Want die aardstralen moeten volgens hem onder de hele rij huizen doorlopen. De geplaatste 8 in het eerste huis wordt even weggehaald. Want die kan de straling zelf door de muren heen neutraliseren. We lopen een deur verder en komen in de keuken van het belendende pand. Ja, de 8 is nu weggehaald in het andere huis. Hè? Nou zou die dus eventueel uit moeten slaan boven het kookstel weer hier. En dan gaat hij ook, ja. Jullie meegenoten. Ja. Ja. Wat zeg je ervan? Ja, ik sta er zelf ook even te kijken, hoor. Het is mij nog nooit gelukt om in een aantal huizen tegelijk te komen. Hè? Ja, want dit doe je normaal niet bij andere aanbellen. Ook in dit huis blijken klachten te zijn. Een kind dat slecht slaapt en 's nachts veelvuldig gilt. Hoofdpijn bij de ouders. De bedden blijken ook hier verkeerd te staan. Ze staan pal boven de zojuist geconstateerde aardstralen. De kamer van de eensgezins doorzonwoning is volgestroomd met buurtbewoners. Iedereen vraagt en wil van alles weten. Niet iedereen is vatbaar voor de stralen.
Jawel, iedereen. Alleen de een heeft meer weerstand dan de ander. Dat is met normaal ook. Hè. Dus, maar één ding vaak heb je al gemeenschappelijk. Als je de dag veronderstelt dat je je bureau hebt of je zitplaats en je zit er erg veel op. Je zou iets hebben waar je echt je concentratie bij nodig had. Dan zou je dat dan merken. Dat je die concentratie gewoon niet kan opbrengen. Je gaat van die plek af. Je gaat lopen. Je zit niet rustig. Je kunt je ook niet concentreren. Dat is iets wat... dat speelt ook nog wel eens in bureaus. In kantoren een rol. Hè? Dat als je op zo'n plek zit, dan... Met de beste wil ter wereld kun je niet concentreren. Ik heb hem in een school gelegd. In Zwolle-Zuid. En er kwamen twee banen bij elkaar. Die liepen, één liep zo schuin het klaslokaal uit. En dat kun je ook op een gegeven moment zien. Aan de hele planten groeien enzovoort. En die liep door het lokaal heen. En de andere, die kwam vanuit een andere kant. Op die baan zaten zo'n, met elkaar zo'n 5 leerlingen. 3 aan de ene kant, 2 aan de andere kant. Die exact op die baan zaten. Toen zei ik, ze zullen allemaal niet reageren zoals die ene. Dat ze met astma aanvallen reageren enzovoort. Maar toch wel één ding, dat ze allemaal concentratieproblemen hebben. Hij stond een tijdje na te denken. En toen gaf hij dat echt heel spontaan. Toen zei hij, je hebt gelijk. Hij zei, maar ik heb altijd dat geweten in de kinderen. Want in elke klas heb je er wel een paar. Maar nooit, ik heb nooit erbij stilgestaan dat dit een oorzaak kan zijn. En ja, het kan net gebeuren dat je kind precies zit. En als het op zijn kruispunt zit, is het helemaal sterk. Dan laat zo'n kind vaak het op school volledig afweten.